Als het aan Rob Engels en de VVD ligt, gaat Rob Engels na 11 jaar als wethouder van de gemeente Wijchen aan de slag als wethouder van de gemeente Overbetuwe. Na 3 raadsperiodes vindt de VVD in Wijchen het tijd voor vernieuwing en heeft de partij ervoor gekozen om de 31-jarige Nick Dirks naar voren te schuiven als wethouderskandidaat in de gemeente Wijchen. Aan de hand van de coalitiegesprekken wordt duidelijk of Rob Engels aan de slag kan als wethouder in de gemeente Overbetuwe. Na 11 jaar wethouderschap is er ook een periode van gaan. Binnen de VVD, maar het geldt ook voor andere landelijke partijen, is het toch vaak de mores van 2-3 periodes moet je opstappen. En is toch goed voor vernieuwing. En de VVD Wijchen is in staat om nieuwe wethouders te leveren. Daar zijn we op zich trots op. Maar voor mij houdt dat wel in dat ik na 11 jaar ermee stop. En dat ik deze raadsperiode afwikkel. En voor de nieuwe raadsperiode is er een nieuwe wethouder. Vanaf 1994 in de raad gezeten, waarvan 11 jaar als wethouder en dat zeker in de laatste 8 jaar, ja, dat zijn gewoon mooie jaren. Je gaat niet voor niets in de politiek, je wilt iets doen voor de samenleving. Je probeert te bouwen, je probeert dat te doen met je eigen kennis en ervaring. Mijn ervaring ligt in het bedrijfsleven, ik ben jarenlang eigenaar geweest, ook van winkels. Dus die manier van werken, omgaan met medewerkers, omgaan met concepten, daar probeer je ook wat van mee te nemen in de politiek als wethouder. En dat is mij ook wel gelukt. Ik was wel een bijzondere wethouder, herkenbaar vanuit het bedrijfsleven. En voor mij is het niet direct een teleurstelling, omdat ik snap dat een partij nieuwe bestuurders moet leveren. En het is ook de kwaliteit van de partij dat je daartoe in staat bent. En met het leveren van nieuwe bestuurders moet je oude bestuurders ook verzoeken om plaats te maken. En dat is voor mij persoonlijk eventjes een moment geweest van potje, dan denk je wat overkomt. Maar ik snap hem. Dus ik kan me er ook bij neerleggen. En dan eigenlijk in diezelfde week, woensdags hebben we verkiezingen. Donderdags hoor ik dat er een andere kandidaat wethouder is. En vrijdags had ik in de regio al de vraag van zou je voor een andere gemeente wat willen betekenen. En daar was ik heel enthousiast over, want dat geeft ook even weer een nieuwe focus en nieuwe mensen en een nieuwe omgeving. Die nieuwe gemeente, dat was Overbetuwe. Dat gaat dan op een manier zoals wij dat, en dat is het voordeel van de landelijke partij, zeker ten opzichte van lokale partijen. Want je hebt ook een netwerk op een wat hoger niveau, dat in dit geval de provincie Gelderland, waarbij er een soort scouts zijn, die weten daar waar wethouders die functioneren niet meer aan de bak komen. En die weten ook waar gemeenten zijn waarbij de VVD mee mag doen in de coalitie, alleen geen wethouderskandidaat hebben. En die proberen dat te matchen. En zo is dat in dat weekend na de verkiezingen ook met mij gegaan. Ik heb met Peter de Waard een gesprek gehad, de fractievoorzitter van de VVD-fractie in Overbetuwe. En dat klikte al heel snel en op inhoud kunnen we het vinden met elkaar. En dat leidt dat de VVD-fractie Overbetuwe deze week haar besluit heeft genomen om mij als kandidaat wethouder naar voren te schuiven. De zekerheid of je uiteindelijk wethouder kunt worden, dat gaat over de band van de raad. De gemeenteraad gaat erover, de gemeenteraad benoemt burgemeesters, de gemeenteraad benoemt ook wethouders. Dat is een meerderheid en ik ga ervan uit dat de 3 partijen die op dit moment bezig zijn met het vormen van de coalitie uiteindelijk elkaar ook vinden in de raad en dat er een meerderheid gestemd zal worden voor de voordracht van de 4 wethouders die straks voor de burgemeester staan om daar de eed of de belofte te mogen uitspreken.